hier vanavond onze nieuwe Miss Leather Netherlands 2020 kiezen. We staan hier voor Club Church, maar wat gaan we vanavond allemaal meemaken? Nou, vanavond wordt er voor de tweede keer de Miss Leather Netherlands gekozen. We hadden Miss Leather Netherlands 2019, dat was Suus van der Laar. Wat jij in die korte tijd voor elkaar hebt gekregen, dat zie ik zo snel niemand anders nadoen. Wat ik als Miss Leather wilde gaan doen, heb ik bereikt. Ik heb alles gedaan wat ik wilde en meer. Ik heb voor de community bereikt dat we een transplant krijgen in Almere. De allereerste prijs in Almere. Ik heb bereikt dat er op scholen in Almere gratis condooms aan de jeugd wordt uitgegeven. Ik heb bereikt dat ik mag gaan praten over kink, seks op middelbare scholen in de provincie Flevoland. Ik heb bereikt dat leren niet alleen maar betekent dat je sekswerker bent. Want ook die vraag kreeg ik. Ben je dan boer? Ben je dan sekswerker? Nee, ik ben moeder en ik hou van leren en ik voel mij vrouw in leer. En daarom draag ik leer. Ik heb bereikt dat mensen ons zijn gaan zien als mensen. Wat is het doel van deze organisatie, Miss Leather Netherlands? Er is gewoon een grote community. Het enige is dat bij leer denkt eigenlijk iedereen die je vraagt op straat aan mannen. En dat is helemaal niet zo. Ons gaat het om zichtbaarheid en zeg maar voor anderen, maar vooral ook dat leervrouwen onder elkaar kunnen vinden. En ja, ook daarvoor uit te komen. Want vrouwen in leer heeft nog altijd een bepaalde smaak. Iedereen associeert daar meteen ja, sekswerkers mee, prostitutie en dit soort dingen. En ja, maar dat de vrouwen net zo graag in leer lopen en zich daar super lekker in voelen en stoer en sterk. Ja, dat mag gezien worden. En ik zou het heel fijn vinden als ook met Pride veel meer vrouwen ook durven in het leer rond te lopen. En Ax, zonder jou hadden we hier denk ik niet gestaan. In mij niet en nu ook niet. Je bent jouw belofte nagekomen die je hebt gedaan toen je aantrad als Miss Leather. En gevraagd werd van wat ga je doen voor de community en zei van ik ga de mis op de kaart zetten. Alle kandidaten zullen zich voorstellen en een kleine presentatie doen. We beginnen met kandidaat A, Suzanne. Ik ben 50 jaar en ik kom van Venray. Ik vind dat iedereen zich moet kunnen uiten in wat hij voelt, zich moet kunnen kleden, hoe hij zich wil, zonder dat hij nagekeken wordt. Vandaan en hoe oud ben je? Nou, ik ben 52, kom uit Venray, maar zoals je hoort ben ik daar niet geboren en getogen. Ik kom uit Amsterdam. Wat is de reden dat jij vanavond meedoet aan deze competitie? Nou, omdat ik vind dat we leer meer op de kaak moeten zetten en dat we af moeten van alle vooroordelen. Dat het alleen maar in van die loesje clubs wordt gegeven. Sorry, Club Church. En ja, dat iedereen ook maar eens moet zien dat wij vrouwen er ook gewoon van houden. In Amsterdam hebben we Café Mandje van de bekende Bet van Beren die door Amsterdam rondtoerde op haar motor in het leer. Ik ben lesbisch en ik haat geen vrouwen en ook geen mannen. In de jaren 80 zijn we echt heel veel bezig demonstreren en we zijn allemaal human. Maakt niet uit wat je bent. Wees wie je bent, voel wat je bent. Ik wil af van de vooroordelen van het dragen van leer, het promoten van de leer zien in Limburg en omstreken. Hoe makkelijk is het in Venlo om open te zijn over je homoseksualiteit? Niet. Oh, oké, dankjewel. Waarom ben je daar openlijk? Ik ben wel openlijk over mijn homoseksualiteit op het werk. Het maakt niet uit waar ik ben, daar ben ik heel open over. Maar ik merk wel dat het voor heel veel mensen heel lastig is. En zeker in de zuidelijke provincie van Nederland, daar waar heel veel kleine dorpen zijn. Ja, dat is ongelooflijk. Ik heb nog nooit zoveel lesbiennes gezien, alleen ze komen niet uit de kast. En denk je dat je dit kan veranderen als jij eens lekker doet? Nou, dat ben ik wel zeker. Ja, daar ga ik voor.
Ik ben 43 en kom ik in Tilburg. Ben je klaar voor je presentatie? Dames en heren, groot applaus voor Pien! Ik denk dat ik daar gewoon open mee omga. Ik ben een oud en proud transvrouw. Wat voor vragen dat ze daarover hebben, die beantwoord ik. Mochten ze daar een slipper over maken over wat misschien niet helemaal goed is, dan zal ik ze daar gewoon in begeleiden, zodat ze daar ook gewoon van kunnen leren. Is dat echt zo belangrijk? Ik ben 40 en ik woon in mooi Amsterdam. Ik heb geen muziek, geen film, geen dansje. Ik heb wel een grote mond. Daar doe ik het mee. Sinds 10 jaar ben ik sex educator. Bij Kink Info doe ik met mijn fantastische partner. Samen geven we voorlicht over kinky onderwerpen. Anders dan gebruikelijke relatievormen in seks. Dat doen we in de vorm van workshops. Bijvoorbeeld samen met Mr. B aan beoefenaars. Maar het meest inspirerende vind ik bijvoorbeeld wanneer we lesgeven, workshops, lezingen aan artsen in opleidingen, seksuologen in opleidingen, medische professionals. Dat vind ik echt heel inspirerend. Want de vraag leeft bij die mensen, wat doen jullie mensen nou eigenlijk? Nou? Ik kan het uitleggen. Ik kan ze vertellen wat we doen, hoe we het doen, waar je op wil letten. Wat moet je doen als arts als je blauwe plekken ziet in je praktijk? Hoe kan het zijn dat mensen verschillende partners hebben of de lijven die niet per se bij de uiterlijke kenmerken horen? Dat soort dingen. Als artsen dat één keer gehoord hebben, dan praten ze er veel makkelijker over met hun patiënten. Want ze zijn geïnteresseerd. Dat vind ik heel inspirerend om te doen. Ik ben ook eventorganisator en gastvrouw bij een aantal feesten. Daar ga ik helemaal niet over uitweiden, want de meeste van jullie kennen mij daarvan. Jullie kennen mij uit de leather en kink scene. Ik ben ook gastvrouw van en organisator, community builder in de AWDL, de Age Play scene. Daarvan heb ik een paar dingen geleerd. En dat wil ik toepassen, dat pas ik ook toe op de leather community. Als gastvrouw vind ik het heel belangrijk om mensen aan elkaar te verbinden. Veel mensen komen de scene binnen, zijn verlegen, weten niet waar ze goed terecht kunnen, weten niet wat ze wel of niet moeten doen. Het is zo belangrijk dat er iemand is die ze opvangt. In communities werk ik altijd toe aan acceptatie. Ik zeg, ik werk in 3 dingen. Zichtbaarheid, allianties en acceptatie. Zichtbaarheid is heel belangrijk, want onbekend maakt onbemind. En allianties, samenwerken is... Ja, het is onontbeerlijk. We doen het te weinig. Daar wil ik aan werken. Ik wil communities bij elkaar brengen. Man, vrouw, leder, niet leder, fetish, niet fetish, dat is belangrijk. We hebben allianties nodig. In het kader van zichtbaarheid en allianties wil ik jullie 2 dingen vragen. Wat denk jij, hoe zichtbaar zijn wij? Wat zijn de meningen daarover? Zeg je van nou, ik ben volledig verstopt eigenlijk met mijn leer, met mijn fetish, met mijn kink. Ik ben een beetje zichtbaar. Ik ben alleen zichtbaar tussen soortgenoten, zoals vanavond. Of zeg je, nou, ik wil me ook wel in andere open-minded publieken mengen. Of zeg je, ik weet niet of het heel duidelijk is. Ik ga gewoon in mijn leren kloffie naar de Jamin en ik schoor een zak snoep. Tussen zorggenoten gaat op kop. Kun je dat nou eigenlijk wel zichtbaarheid noemen? Dat is iets waar ik aan wil werken. Zodat we ons niet alleen maar tussen soortgenoten in ons leren kleren durven vertonen. Maar dat we ook gewoon trots over straat kunnen. Als je iets ziet verschijnen waarvan je denkt van dat is een goeie, typ hem ook in, dan wordt het groter van. Mijn moeder. Een van de dingen die ik nog niet zie staan, is ik ben van plan om koffie te gaan drinken met onze Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam.
Wie zet hem erop voor mij? Dit wordt mijn opdracht als Miss Leather 2020. Dit ga ik doen. Je bent heel open over je kinks. Dat vind ik ook fantastisch in deze tijd, een enorme verademing. Hoe ga je beantwoorden als mensen je vragen over age play en allow fetish? Hoe ga jij dat van? Hoe combineer jij dat dan met leer? Twee dingen. Leer blijven. Baby steps en eerlijk zeggen. Was er nog een vraag? Ja, prima. Een half jaar geleden sprak bij de eerste Miss Leather Suzanne van der Laar verkiezing. Toen werd er eigenlijk nog verteld dat het echt om dames zou gaan. En dat trouwens eigenlijk niet, dat misschien later, maar nu zag je toch een transkandidaat. Nou, we hebben uit het bestuur ook samengezeten en hebben gewoon nagedacht over wie willen wij aanspreken. En het gaat om vrouwen. Dus of je nu van geboorte vrouw bent of ergens onderweg bent veranderd, dat maakt helemaal niet uit. Als je vrouw voelt en je ook thuis voelt met de titel Miss, want het kan voor de een of andere ook nog iets zijn waar die denkt van oké, ik draag wel graag leer, maar een Miss, dan ben je van harte welkom. En ik ben echt super trots dat wij 4 kandidaten hebben die heel divers zijn, heel verschillende achtergronden hebben. En waaronder dus ook een transvrouw is die, heel eerlijk gezegd, ik vind ze gewoon echt super lekker. Het is tot steviger de schoenen. Zeker weten, ja. We zijn eindelijk toegekomen aan het resultaat van deze avond. Ik ga gewoon meteen de nummer 1 aan de ploeg halen. Met 40,5% van alle stemmen. Is Miss Leather 2020 geworden. Karin! Dankjewel. Wat ga je allemaal doen dit jaar? Ik ga aan de bak. Ik ga voortzetten waar ik al mee bezig was. Ik ga het met meer open deuren doen, met meer vaart, met meer energie. En ik ga nieuwe ideeën ontplooien. Ik wil communities dichter bij elkaar brengen. Ik wil maar echt. En niet dat we bij elkaar in één ruimte zitten, maar dat we elkaar echt leren kennen. Daar zet ik op in. Wat moet er echt veranderen? Wat moet er beter? Wat er beter moet is dat we elkaar leren kennen. Dat we gaan samenwerken. Dat heeft wat mij betreft de hoogste prioriteit. Samen staan we sterk. Samen werken we, samen komen we verder. En samen zichtbaar zijn. Want dat is ook belangrijk. Wie zijn wij? Wie horen wij samen? Haha. Ja, de makkelijkste antwoord is natuurlijk iedereen. Maar dat ga je niet redden. Nee. Maar als ik nu om me heen kijk, dan zeg ik mannen en vrouwen, leer en geen leer, verschillende fetishes. We hebben niet meer categorieën nodig. We hebben één grote noemer nodig waarop we samen optreden en samen vooruit gaan. APPLAUS.